بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله. Welkom beste broeders en zusters. We gaan inshallah weer verder met de ayah waar we vorige week gebleven waren. We hebben de vorige week ayah nummer, even kijken, 82, klopt dat? Die hebben we als laatste besproken. En dat had betrekking op het verrichten van goede daden, tezamen met het hebben van de juiste overtuiging. En dat het gevolg daarvan is dat een persoon in het paradijs komt. En we hebben de les afgesloten met het verhaal dat imam al-Qurtubi, rahimahullah, noemt in zijn tafsir, aangaande de man van, sommigen zeggen Beni Israël, sommigen zeggen dat het een man was van een ander volk, maar een vrome man die uiteindelijk verviel in het begaan van afgoderij, een shirk, stapsgewijs, doordat hij steeds meer toeliet in zijn leven aangaande twijfelachtige zaken, totdat hij verviel in zonde en uiteindelijk zelfs in shirk. En we vragen Allah bescherming daartegen. We gaan vandaag dus verder met ayah nummer 83 van Surat al-Baqarah. Dus we zijn nog altijd in het tweede hoofdstuk. En we gaan beginnen met ayah 83. Ik heb even iemand nodig die gaat reciteren. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وإذ قربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. Ja, dus Allah subhanahu wa ta'ala, heb je daar ook de vertaling voor je? Ja, ga je gang. En gedenk, toen wij een verbond met de kinderen van Israël sloten, zeggende, aanbid niemand behalve Allah en wees plichtsgetrouw en goed voor de ouders en verwanten en de wezen en de armen die bedelen en spreek goed tegen de mensen en verricht de gebeden en geef zakat. Vervolgens onttrokken jullie je eraan, behalve slechts een paar van jullie, terwijl jullie je afwenden. Ja, dus Allah subhanahu wa ta'ala heeft in de verzen die we hiervoor hebben behandeld constant verwezen naar het verbond dat hij heeft afgesloten met Beni Israël. Ja, met de kinderen van Israël. En zo hier en daar heeft Allah iets laten zien van het verbond. Zo heeft hij vermelding gemaakt van het volgen van de boodschappers die gestuurd zouden worden. Dat was een onderdeel van het verbond. Dat de kinderen van Israël, dat wanneer boodschappers worden gezonden, dat zij hen zouden gehoorzamen en zouden accepteren. En dit is natuurlijk relevant, omdat dit gebeurt in de context van de profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam in Medina. Nu zien we dat Allah steeds meer vertelt over het verbond dat hij heeft afgesloten. En hier dus inhoudelijk ingaat op wat van hen werd verwacht. En vandaag gaan we het hebben over deze ayah. En als we eraan toekomen, dan de volgende paar ayat hebben ook betrekking op een gedeelte van dat verbond. Hier spreekt Allah subhanahu wa ta'ala over dit verbond. En hij noemt het verbond mithaq. Mithaq is een bindende en een sterke afspraak. Dus het is niet iets wat losjes wordt afgesproken onderling waar je van kunt afwijken. Maar het is bindend. En dit omvat een aantal zaken. Allereerst het niet aanbidden van anderen naast Allah. Het niet aanbidden van anderen naast Allah. Dus dit is het fundament, dit is het belangrijkste. En dit is de gehele reden waarom Allah de mens heeft geschapen, zodat zij hem zullen aanbidden. Hem zijn recht zullen geven. En dit is dus ook onderdeel van het verbond.
Ja, zolang zij niets of niemand aanbidden naast Allah, ja, dan bevinden ze zich op de juiste weg als het gaat om het fundament van dit verbond. En hier hebben we het eerder over gehad. We hebben het gehad over de overtreding die zij hebben gepleegd aangaande het aanbidden van het kalf. Ja, in die 40 dagen dat Musa alayhi salam weg was. Dus dit behoeft geen verdere uitleg. En over het algemeen is de gemeenschap van Bani Israël er één geweest die niet extreem is afgeweken van dit punt. Als we het hebben over historisch gezien. Ja? Je hebt natuurlijk de overtreding van Bani Israël aangaande het kalf. Je hebt de overtreding van sommigen van Bani Israël, waar op een latere plek in de Koran terug naar wordt gerefereerd als zijnde dat zij Uzair hebben genomen als de zoon van Allah. Maar daar komen we later nog op. Maar dit waren uitzonderingen. Over het algemeen is Bani Israël, en als we zeggen Bani Israël, hebben we het over de Joodse gemeenschap, zowel in de geschiedenis als vandaag de dag. Over het algemeen zien we dat ze niet afwijken van het monotheïsme. Ja? En je ziet dat ook hedendaags terug, dat als je de leiders van de Joodse gemeenschap, rabbijnen en dergelijke, hoort spreken over andere religies, dat zij over het algemeen stellen dat de islamitische dien, de islamitische religie, zich bevindt op monotheïsme en dat zij zich het dichtstbij voelen met de moslimgemeenschap. Vanwege dit punt. Het is heel ironisch, want als je kijkt naar de politieke verhoudingen tegenwoordig, dan zie je dat de Joodse gemeenschap een sterke binding heeft. En of dat daadwerkelijk de Joodse gemeenschap is, of dat geluiden zijn in politiek en media, dat laat ik even in het midden. Maar je ziet dat er een sterke binding is tussen de Joden en de christenen. Dat zie je zelfs hier in Nederland, dat wanneer er wordt gesproken over religie, of met name over de islam, dat er dan wordt gesproken over een joods-christelijke traditie in Nederland. Terwijl die binding tussen joods en christelijk van oudsher altijd heel erg onrustig is geweest. En onrustig, dat is dan nog echt een understatement. Het is ronduit vijandig geweest. En ook als je kijkt naar de Joodse theologie, dan zie je dat zij bijvoorbeeld de christenen beschouwen als polytheïsten. En dan met name vanwege de overtuiging van de drie-eenheid. En dat het voor een Joodse persoon ook niet is toegestaan om zijn gebed te verrichten in een kerk. Vanwege de aanwezigheid van afbeeldingen en idolen en dergelijke. Terwijl tegelijkertijd, wanneer het gaat om de moslimgemeenschap, dat je dan geluiden hoort dat het voor een Joodse persoon wel is toegestaan om zijn gebed te verrichten in een moskee. En nu hebben we het niet over een norm en of dat gebeurt en dergelijke. We hebben het hier over de theologische benadering. En in de praktijk trouwens, in Amerika zie je dat nog wel eens gebeuren. Ik zag niet lang geleden een filmpje van een Joodse man. En dan heb ik het echt over een praktiserende Joodse man. Die dan de moskee binnenloopt en terwijl de mensen daar het gebed aan het verrichten zijn, dat hij in een gedeelte van de moskee daar zijn eigen gebed aan het verrichten is. En dit om dus te laten zien dat puur qua geloofsovertuiging, dat de Joodse geloofsovertuiging en het islamitische geloofsovertuiging, dat die niet heel veel van elkaar verschillen als het gaat om het belang van monotheïsme. Ik heb het natuurlijk niet over de toestand van de gemeenschap en dergelijke. Dat is een heel ander iets. Maar ik heb het puur over theologie. Dus wat dat betreft zou je kunnen stellen vandaag de dag dat de islamitische gemeenschap en de Joodse gemeenschap eigenlijk nog de laatste zijn die enigszins vasthouden aan het concept van monotheïsme. Alhoewel dit natuurlijk logisch is, aangezien het christendom en het jodendom, en dan heb ik niet zozeer over de namen, maar over de inhoud van deze religies, dat dit natuurlijk openbaring is geweest van Allah subhanahu wa ta'ala. Als we het hebben over de Injil en de Torah, dit is openbaring geweest van Allah subhanahu wa ta'ala. Dus het is ook niet gek
dat alles wat daar zich in bevindt van monotheïsme, dat dat onderdeel is van de oorspronkelijke openbaring. Alhoewel de Injil van vandaag de dag en de Torah van vandaag de dag, het zijn geen boeken waar we in geloven. We zeggen niet dat de Bijbel van vandaag de dag of de Torah, dat dat openbaring is van Allah. Maar we weten wel dat Allah openbaring heeft gezonden naar Mozes. Dat hij openbaring heeft gezonden naar Jezus. Dus dat hij aan hen boeken heeft meegegeven, waarin dus ook het fundament van Tawhid, namelijk het aanbidden van Allah alleen, daar een centrale rol in speelt. Waar we zien bij de christelijke gemeenschap dat dat volledig is weggevallen en plaats heeft gemaakt voor de drie-eenheid, het grootste gedeelte van de christelijke gemeenschap, zien we in de Joodse gemeenschap dat niet. Ja, we zien dat zij nog wel heel sterk dat onderscheid maken tussen monotheïsme en polytheïsme. Dat wil dus niet zeggen dat zij monotheïsten zijn. Ja, want als we het hebben over een monotheïst, de enige die een muwahhid is, dat is de Arabische benaming voor een monotheïst, dat is een persoon die zich vastklampt aan de Koran en de Sunna. Dat is een monotheïst. Maar we zien wel dat het heel ironisch is dat de Joodse en christelijke gemeenschap vandaag de dag op politiek niveau zo dicht bij elkaar staan, terwijl ze op theologisch niveau mijlen ver van elkaar afstaan. En je ziet vaak dat het vooral de christelijke gemeenschap is die zich vaak en graag wilt koppelen aan de Joodse gemeenschap, maar dat dat niet wordt beantwoord. En dat zie je eigenlijk heel sterk terug in de houding van de Joodse gemeenschap in bezet Palestina vandaag de dag. Namelijk dat de vrijheid voor de christelijke gemeenschap in bijvoorbeeld in Gaza, dat die ook niet bestaat. En dat hun houding naar christelijke theologie er één is die heel fel is. Dus dat is een opmerkelijk punt. Het aanbidden van Allah alleen is dus één van de belangrijkste onderdelen van dit fundament. Wabil walidaini ihsana. En goedheid betrachten naar de ouders. Het goed zijn naar de ouders. Ook dit is een belangrijk element dat we terugzien in het verbond dat Allah heeft gesloten met Bani Israël. En goedheid naar de ouders is natuurlijk ook bij ons iets wat een prominente rol speelt. In zo'n mate dat er op meerdere plekken in de Koran naar wordt verwezen. Het goed zijn naar de ouders. Zelfs in die zin dat Allah in een bepaalde aantal ayat het goed zijn naar de ouders plaatst naast het aanbidden van hem alleen. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Allah heeft voorgeschreven aan jullie dat jullie hem alleen aanbidden en dat jullie goed zijn naar de ouders. Dus zie hier hoe Allah het goed zijn naar de ouders heeft geplaatst naast het belangrijkste gedeelte van de hele openbaring, namelijk het aanbidden van Allah alleen. En het feit dat Allah dit noemt hier en laat zien dat dit een centrale rol heeft gespeeld ook in het verbond dat hij heeft gesloten met Bani Israël, benadrukt hoe wij hiermee om zouden moeten gaan. Als het gaat om goedheid betrachten naar de ouders toe. En vandaag de dag kan dat nog wel eens een heikel punt zijn. Je ziet tegenwoordig dat het goed zijn naar de ouders, dat vaak wordt weggemoffeld of wordt ondergesneeuwd met als reden dat de ouders niet goed zouden zijn naar het kind. En dit is echt een modern verschijnsel. Dit is echt een modern verschijnsel. Als we het hebben over de vorige generatie, dan zien we dat niet terug op die manier. Ja, we zagen toen ook wel dat ouders niet perfect waren. Maar ouders waren ook niet perfect in de tijd van de profeet, sallallahu alayhi wa sallam. Maar toch werd goedheid opgedragen naar kinderen toe, richting hun ouders. Dus hierin zit een bepaald misverstand. En dit misverstand zien we terug niet alleen als het gaat om hoe wij zijn naar onze ouders, maar ook hoe we zijn naar onze buren, hoe we zijn naar onze familieleden, hoe we zijn naar vrienden. En dat is dat we de houding hebben aangenomen dat wij alleen
goedheid laten zien naar een ander, als die ander ook goedheid naar jou laat zien. Dat is een beetje het moderne begrip geworden van goedheid naar een ander toe. Zolang de ander goed is naar mij, mij respecteert en noem maar op, dan ben ik goed naar de ander. En dit is natuurlijk een hele rare gedachtegang. En dat is ook niet hetgeen wat hier wordt bedoeld. Er wordt geen voorwaarde aangesteld. Goedheid naar de ouders in het bijzonder, daar wordt geen voorwaarde aangesteld. En zelfs als we het hebben over de andere aspecten, zoals goedheid naar de buren en dergelijke, ook daarin wordt er geen voorwaarde gesteld dat je alleen goed bent naar je buren als zij goed zijn. Of dat je goed bent naar je ouders als zij goed zijn. Nee. Ongeacht hun toestand, zou je goedheid moeten betrachten naar je ouders. Op het moment dat zij juist moeilijk zijn naar jou, juist wanneer zij wellicht hard zijn van toon, dan is de deugd van het goed zijn naar de ouders groter. Dan is het nog belangrijker om goedheid te tonen naar je ouders toe. Want op het moment dat wij goed willen zijn naar de ouders toe, dan willen wij dat doen omwille van Allah. We willen dat doen omdat Allah ons dat opdraagt. Dat is de meest pure vorm van aanbidding. Dat je iets doet omdat Allah dat van jou verlangt. Wanneer jouw ouders heel liefdevol zijn en bijna tegen het perfecte aanzitten, dan is het heel makkelijk om goed te zijn naar de ouders. Dat ten eerste. En we weten dat wanneer een daad van aanbidding, wanneer deze moeilijk is om te verrichten, wanneer de omstandigheden moeilijk zijn, dan is de daad zelf is ook meer waard. Terwijl als de omstandigheden makkelijk zijn, dan kan het zijn dat de beloning minder zal zijn. Omdat het voor jou heel makkelijk is gemaakt. Ten opzichte van iemand die er heel veel moeite mee heeft. Dus dat is één aspect. Nummer twee is dat wanneer het makkelijk is om goedheid naar de ouders te laten zien, omdat de ouders heel erg goed zijn, dan is het heel makkelijk om niet goed te zijn naar je ouders vanwege dat Allah het zegt, maar dat je goed bent naar je ouders omdat zij goed zijn naar je. Oftewel, het gedeelte van aanbidding naar Allah toe is losgekoppeld. Bestaat niet meer. Want de goedheid die jij laat zien naar je ouders is een reactie op hun houding. En ik zeg niet dat als jij in zo'n situatie zit, dat er hier iets aan de hand is. Dat je ouders boos moet maken en pas als ze boos op je zijn, dan moet je goedheid laten zien. Dat is niet wat ik zeg. Als jij in een situatie zit waarin je ouders bij wijze van spreken engelen zijn en heel goed zijn naar je, en jij toont goed gedrag naar hen, alhamdulillah, Allah heeft jou bevoorrecht in een hele mooie situatie geplaatst. Het is heel mooi om zo'n harmonie te hebben in jouw familie. Maar dit is vooral een reactie op de aanname dat goedheid naar de ouders alleen aanwezig zou moeten zijn als de ouders zelf goedheid betrachten naar het kind. En dit is niet het geval. Daar zijn veel voorbeelden van te noemen. We zien bijvoorbeeld dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam het goed zijn naar de ouders heeft benadrukt al in de periode dat het zijn van een moslim niet iets was dat makkelijk was. En dan heb ik het over de Mekkaanse periode, de eerste periode van profeetschap. Waar de sahaba, de metgezellen, over het algemeen te maken hadden met ouders die zelfs geen moslim waren. En niet alleen geen moslim waren, dat sommige van hen in de situatie zaten waarin hun ouders vijandig waren naar hen toe. Ja? Vijandig omdat de ouders misschien een bepaalde overtuiging waren toegedaan aangaande de profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en daardoor heel erg vijandig konden zijn naar de islam toe en naar moslims toe. Maar zelfs in die toestand, heeft de profeet sallallahu alayhi wa sallam ze altijd aangespoord om goed te zijn naar de ouders. Dus de gedachte dat ouders alles verkeerd doen en pas als zij goed zijn, dat je dan goed gedrag vertoont, is misplaatst. Tuurlijk is het zo dat kinderen ook rechten hebben. In die zin, ze hebben recht op goede behandeling. In die zin dat ouders bepaalde plichten hebben. Ja, we zien dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam veel heeft gesproken over het zachtaardig zijn naar je kinderen toe. Dus ouders hebben daarin een verantwoordelijkheid.
Maar die verantwoordelijkheid die zij hebben, die staat los van het recht dat zij hebben op goed gedrag van hun kind. Nergens is dat aan elkaar gekoppeld als een voorwaarde. Wanneer jij goed bent naar je ouders, dan is dat iets tussen jou en Allah. Wanneer de ouders goed zijn naar de kinderen, dan is dat iets tussen hen en Allah. En deze twee regelgevingen hebben geen betrekking op elkaar. Het is niet zo dat de ouders eerst goed moeten zijn naar hun kind en dan als gevolg daarvan dat kind goed moet zijn naar de ouders. Nee, ongeacht de situatie is er altijd een bepaalde goedheid dat wordt verwacht van beide kanten naar elkaar toe. En dat kan verschillen per situatie. In de extreme, uitzonderlijke gevallen waarin ouders schadelijk zijn voor de kinderen, ja, dit is een geval apart. Maar men doet heel erg zijn best om van een uitzondering vandaag de dag een norm te maken. En dat is oneerlijk, dat is niet het geval. Ja, dat is niet het geval. Dus dat ouders niet perfect zijn en fouten maken en misschien onredelijk kunnen zijn in bepaalde zaken, ja, klopt. Klopt, iedereen heeft daar toch mee te maken, hebben we allemaal gehad. Ik heb dat ook gehad. Deal with it. Ja, we leven vandaag de dag in een tijd waarin iedereen heel soft is geworden als het gaat om gedrag. Het kleinste dat kan iemand triggeren en ervoor zorgen dat men spreekt over ja, toxic relaties en dergelijke. Ja, stel je niet aan. Stel je niet aan. Verman jezelf of vervrouw jezelf. En wees goed naar de ouders. Zet jezelf over datgene heen wat je te zien krijgt van je ouders, wat jou niet bevalt. Zet jezelf eroverheen. Dat is iets waar je ouders verantwoording voor moeten afleggen. Jij moet verantwoording afleggen voor jouw houding naar hen. Dus afsnijden van contact en het afstand nemen en dergelijke, dit is heel on-islamitisch. Ja, dit is heel on-islamitisch. Ik verbaas me erover hoe vaak ik tegenwoordig hoor van zowel broeders als zusters, dat er bijvoorbeeld wordt gezegd dat ik heb geen contact met mijn vader. Of ik heb geen contact met mijn ouders. Dus ik denk van, wat voor religie is dit? Dit is niet islam. Ja, islam spoort jou aan om zelfs als er geen contact is, zelfs als het zo is, dat het volledig de schuld is van de ouder. Die heeft afstand genomen. Oké, we gaan omwille van het argument gaan we daarin mee. Zelfs dan, de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd in een authentieke overlevering in Sahih al-Bukhari, dat het aanhalen van de banden, ja, het onderhouden van de familiebanden, is niet in goede tijden, maar het aanhalen van de familiebanden is dat wanneer de ander de banden met jou afsnijdt, dat jij toenadering blijft zoeken. Dat is het onderhouden van de familiebanden. Dus de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft hier zelfs van de uitzondering, heeft hij naar voren gehaald en daar een norm van gemaakt als het gaat om hoe jij om zou moeten gaan met de ouders. Dus de extreme situatie waarin de ander de banden met jou afsnijdt, dan is het jouw verantwoordelijkheid om die banden aan te halen. Dit is de norm die hij plaatst, sallallahu alayhi wa sallam. Dus laat staan wanneer de ander geen afstand van jou neemt. Dat zou betekenen dat het aanhalen van de banden en onderhouden van de banden dan nog beter zou moeten zijn. Ja? Dus dit is een punt waar aandachtig naar gekeken moet worden. En hier zou men niet nalatig in moeten zijn. Want de wijze waarop jij omgaat met je ouders kan bepalend zijn voor jou hiernamaals. Een van de metgezellen die kwam eens naar de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En de profeet die werd op de hoogte gesteld van een man die op zijn sterfbed lag. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam, hij haaste zich. Hij zei van, breng me naar hem. En ze kwamen daar aan. En terwijl hij daar op zijn sterfbed lag, zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam tegen hem, قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. Zeg la ilaha illallah. Want hij wilde dat dat zijn laatste woorden zouden zijn. De man was niet in staat om deze woorden uit te spreken. Het uitspreken van deze woorden is niet iets wat simpelweg gebeurt met de tong. In die zin dat als je het hier in je hoofd hebt, dat je het kunt uitspreken. Het is niet op basis daarvan dat je in staat zult zijn of niet om het uit te spreken. Je zult in staat zijn om het uit te spreken als dat is hoe je hebt geleefd.
Als dat is hoe je hebt geleefd. Als jij hebt geleefd naar la ilaha illallah, dan zal Allah jou de gunst schenken dat dat jouw laatste woorden zullen zijn. Dus de profeet, hij zegt tegen deze man, zeg la ilaha illallah. En de man was niet in staat om het uit te spreken. We hebben het hier over een metgezel. Een sahabi. Iemand op een niveau waar wij ons nooit aan kunnen meten. Een metgezel van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Dus de profeet sallallahu alayhi wa sallam, hij had gelijk door wat hier aan de hand was. Het feit dat hij niet in staat was om uit te spreken, wil zeggen dat er iets is in zijn leven dat hem daarvan weerhoudt. Er is iets aanwezig in zijn leven waardoor hij niet in staat is om dat uit te spreken. Op een gegeven moment vroeg hij, is zijn moeder nog in leven? En er werd gezegd ja. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam, hij wilde de moeder van deze man spreken. Waarna de profeet sallallahu alayhi wa sallam werd bezocht door haar. En hij vroeg haar, wat is jouw mening over jouw zoon? Hoe sta je tegenover jouw zoon? En zij was op dat moment nog niet bekend met het feit dat hij op zijn sterfbed lag. Dus ze zei op dat moment, ze zei van, ik ben ontevreden over mijn zoon. Ik ben niet blij met hem. En er werd gevraagd waarom niet. En zij gaf aan dat haar zoon gewoon was om zijn vrouw altijd voor te trekken op zijn moeder. Ja, om zijn vrouw voor te trekken op zijn moeder. In zo'n mate, ook dat is weer iets wat genuanceerd moet worden, omdat dit ook weer een hot item is, hè, vandaag de dag. In zo'n mate dat hij de moeder onrecht aandeed. Ja, in zo'n mate dat hij de moeder onrecht aandeed. De discussie van wie gaat voor, moeder of vrouw en dergelijke, is in feite een hele theoretische discussie. En in de meeste gevallen echt een non-discussie. Dat men duikt in deze discussie terwijl het in hun leven misschien helemaal niet relevant is. Een man kan een goede band hebben met zijn moeder, heeft een goede band met zijn vrouw. En dan hoort hij ergens die discussie van, hey, wie weegt zwaarder? Oh, de moeder weegt zwaarder. En dan denkt hij, oh, nu moet ik ruzie gaan maken met mijn vrouw, zodat ik daarna lief kan doen tegen mijn moeder. Ja? Nee, dat is niet het geval. Tuurlijk komen ouders altijd voor. Maar het is een hele theoretische discussie die in de praktijk weinig implicaties kent. In dit geval, van deze metgezel, was het zo dat de metgezel zijn moeder onrecht aandeed. Er wordt in de hadith niet nader toegelicht hoe dan precies. Maar gezien de bewoording wordt dat duidelijk. Dus de profeet sallallahu alayhi wa sallam, hij lichtte toe aan haar wat vervolgens aan de hand was. En vroeg haar om hem te vergeven. Waarop haar moederhart natuurlijk, hè, die kwam op en vergaf hem direct. De profeet sallallahu alayhi wa sallam keerde vervolgens terug naar deze man. En zei tegen hem, qul la ilaha illallah. En op dat moment was hij in staat om het uit te spreken. En hij zei de shahada. En kort daarna zou hij komen te overlijden. Oftewel, we zien hier dat de ontevredenheid van de ouders, als het gaat om zaken waar zij recht op hebben. Als het gaat om zaken waar zij recht op hebben. Dan zien we dat de ontevredenheid van de ouders een obstakel kan zijn in het behalen van de tevredenheid van Allah. Ja? Dus dit gaat over kwesties waar de ouders een recht hebben. Waar de ouders een recht hebben. Heeft het betrekking op zaken waar de ouders geen recht hebben, dan kan het zijn dat ze boos worden of dat ze ontevreden zijn met jou. En dat zal jou inshallah niet raken. Ja, een voorbeeld daarvan is dat in de tijd van de profeet sallallahu alayhi wa sallam er meerdere metgezellen waren die ervoor kozen om moslim te worden. En als reactie daarop kregen zij boosheid van hun ouders terug, omdat zij niet wilden dat zij moslim zouden worden. Nou, in zo'n situatie wordt er niet gezegd van, oké, weet je wat, blijf dan maar geen moslim om je ouders tevreden te stellen. Nee, in zo'n geval is er een duidelijk conflict, ja, tussen de tevredenheid van Allah en de tevredenheid van de ouders. Dan gaat de tevredenheid van Allah altijd voor. Maar zelfs in het kiezen van de tevredenheid van Allah is er een mate van vriendelijkheid en zachtaardigheid naar de ouders toe. Dat je ze in feite ongehoorzaam bent met een glimlach. Ja? Dus dit is hetgeen wat de islam voorschrijft als het gaat om goedheid naar de ouders. Het is een belangrijk onderwerp en het onderwerp zal ook vaker
ter sprake komen. En wanneer het ter sprake komt, zullen we het verder benadrukken, inshallah. Dus naast het tawhid is dus het alleen aanbidden van Allah. Of het aanbidden van Allah alleen. Dit is het tawhid. Dat is het eerste punt in dit verbond dat Allah hier noemt. Het tweede punt is goedheid naar de ouders. Vervolgens, deze goedheid, die gaat verder naar andere mensen. Allah subhanahu wa ta'ala zegt, وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى. Oftewel, we hebben eerst goedheid naar de ouders. وَذِي الْقُرْبَى wil zeggen, de naaste familieleden. De naaste familieleden. Dus dan kun je denken aan jouw directe familieleden. Dan hebben we het over opa, oma. Dan hebben we het over broers, zussen. Dan hebben we het over ooms en tantes en dergelijke. Ja? Dit zijn de naaste familieleden. Dus vanaf de ouders verder omhoog. Ja? Vanaf de ouders verder omhoog. Oftewel opa, oma, overgrootopa en dergelijke. Dat zijn de mensen die naaste familieleden zijn. Oom en tante, dat zijn naaste familieleden. Broers en zussen, dat zijn naaste familieleden. Alle familieleden waar jij een bepaalde plicht naartoe hebt. In het verzorgen, in het onderhouden en dergelijke. En alle familieleden waar een mahram status is gevestigd. Ja? Wanneer we het hebben over oom en tante en ouders en overgrootouders, broers, zussen. Dit zijn allemaal maharim. Wat zijn maharim? We weten dat de islam heeft regels als het gaat om omgang tussen man en vrouw. De islam maakt onderscheid tussen een vreemde persoon van het andere geslacht en een mahram. Dus je hebt enerzijds een mahram, je hebt enerzijds een vreemd persoon. Het wordt zelfs gezegd ajnabi. Ajnabi kan gebruikt worden als buitenlander of als iemand, een vreemdeling en dergelijke. Daarmee wordt bedoeld iemand die geen bloedbanden met jou heeft, waardoor de onderlinge verhouding familiair is. Ja? Nou, als we het hebben over ouders, overgrootouders, ooms, tantes, broers, zussen, dit zijn jouw maharim. Oftewel, jouw tante als man zijnde, ja, jij mag haar gewoon de hand schudden bijvoorbeeld. Het is jouw tante, het is de zus van jouw moeder of van je vader, dat is waar we het nu over hebben. Als het gaat om jouw ouders, vanzelfsprekend, als het gaat om jouw broers en zussen. Ook als het gaat om jouw halfbroers en halfzussen. Halfbroer en halfzussen wil zeggen dus dat jullie één ouder delen. Ja? Stiefbroers en zussen niet. Halfbroers en halfzussen wel. Als het gaat om overgrootouders, broers en zussen. Ja? Dat zijn allemaal maharim. En dit zijn qurba. Dat zijn de nabije familieleden. En deze goedheid dien je dus ook te betrachten naar hen toe. Het onderhouden van de familiebanden heeft betrekking op hen. Op hen. En voor jou rust dus ook een bepaalde verantwoordelijkheid in het zorgzaam zijn voor hen. Ja? En dat kan zich uiten op verschillende manieren. Soms kan het zich zelfs uiten op het dragen van een bepaalde verantwoordelijkheid in onderhoud. Ja? Op het moment bijvoorbeeld dat je ouders in een financiële moeilijke situatie zitten, kun je niet zeggen van oké, ieder voor zichzelf. Nee, je hebt zelfs een bepaalde verantwoordelijkheid naar je ouders toe om ze dan te onderhouden en financieel bij te staan. Ja, en dat betekent dus ook, het kan ook effect hebben op andere regelgevingen. Bijvoorbeeld dat het niet toegestaan is om zakat te geven aan je ouders. Het is niet toegestaan om zakat, zakat is dus een van de vijf pilaren, om dat te geven aan je ouders. Je kunt denken van, waarom niet? Ze zijn toch juist mensen die er recht op hebben? Nee, zakat is 2,5% van jouw bezitting. Jouw ouders hebben recht op alles wat je hebt. Dat is het idee erachter. Oftewel, schaam je als je denkt aan zakat naar je ouders toe. Ja? Zakat is dat kleine beetje dat je hebt dat je moet afdragen. Dat is zakat. Je ouders hebben recht op alles wat je hebt. En als ze in problemen zitten, zou je alles moeten geven wat nodig is om ze te helpen. Ja, dus het goedheid betrachten naar de
nabije familieleden, dan hebben we het over deze mensen. Over grootouders, ooms, tantes, broers, zussen en dergelijke. وَالْيَتَامَ وَالْمَسَاكِينَ Een yatim is een wees. Een yatim is een wees. Een wees wordt gedefinieerd in de sharia als zijnde een kind dat zijn vader heeft verloren. Dat is een wees. Een kind dat zijn vader heeft verloren. Dat is islamitisch gezien een wees. En met verloren bedoel ik dus niet geen contact, maar hij is overleden. Dus wanneer iemand volwassen is en dan komt zijn vader te overlijden, is hij een yatim, is hij een wees? Nee. Wanneer iemand minderjarig is, dat is nog een kind, en verliest zijn moeder, is hij dan een wees? Nee. Het heeft specifiek betrekking op de vader. Ja? Omdat de vader natuurlijk over het algemeen de voorziener is in het huishouden. Hij is degene die ervoor zorgt voor draagt dat alles goed gaat, dat het brood op de plank komt en dergelijke. Dus ook goedheid naar de dichtstbijzijnde familieleden, goedheid naar de yatim, wel mesakin. Mesakin, dat zijn de armen en de behoeftigen. Ja? Dus we zien dat hier goedheid betrachten naar iedereen in de nabije omgeving en naar de zwakkeren in de maatschappij. Dat iets is waar de islam sterke nadruk op legt. En ik zeg islam terwijl we het hier hebben over het verbond tussen Allah en Ben Israël. Ja? Maar dit zijn allemaal zaken die overeenkomen met de sharia die Allah subhanahu wa ta'ala ook naar ons heeft gezonden. Dus het goedheid betrachten naar de ouders, dat is nummer 1. Goedheid betrachten naar de naaste familieleden. Dus ook daar geldt hetzelfde als met de ouders. Als jouw broers of zussen, als die een bepaald gedrag naar jou vertonen, of jouw opa en oma, of wie dan ook, is geen excuus om de banden af te snijden en geen contact meer te zoeken. Sterker nog, het is een aanleiding om juist beter je best te doen. En juist die banden aan te halen. Waliyatama, de wezen. Ook hierin, dat er extra nadruk wordt gelegd op het goed zijn naar de weeskinderen. Dit is iets wat de profeet sallallahu alayhi wa sallam zelf altijd sterk benadrukte gedurende zijn leven. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam zelf was natuurlijk een wees. Ja? De profeet sallallahu alayhi wa sallam zelf, hij heeft zijn vader nooit bewust gekend. Er is enigszins verschil over wanneer zijn vader exact is overleden. Sommigen zeggen dat het vlak voor zijn geboorte was. Anderen zeggen dat het vlak na zijn geboorte was. Maar wat wel vaststaat is dat hij, sallallahu alayhi wa sallam, zijn vader nooit bewust heeft meegemaakt. Wellicht als baby, volgens die overleveringen, wellicht als baby dat hij hem even heeft gezien. Maar kort daarna kwam hij dan te overlijden. Dus de profeet sallallahu alayhi wa sallam zelf heeft in zo'n positie gezeten. En is dus vanaf dat moment gegaan naar zijn overgrootvader, Abdul Muttalib. Dan naar zijn oom, Abu Talib. Dus hij is van huis naar huis gegaan. En hij heeft daarom altijd de nadruk gelegd op het goed zijn naar de zwakkeren. En met name el yatim heeft hij specifiek benoemd. In zo'n mate dat goedheid betrachten naar de yatim, dat daar hele specifieke beloningen tegenover staan. In zo'n mate de overlevering dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt dat wanneer jij aait over het hoofd van een weeskind, uit barmhartigheid, uit rahma, als het liefkozen van een kind dat een wees is. Alleen het aaien over zijn hoofd. Dat elk haartje dat je raakt met je handen, dat een zonde is die wordt vergeven bij jou. Om te laten zien hoe groots het is om barmhartig te zijn naar deze jonge kinderen die in een hele kwetsbare positie zitten. En daarom het betrokken zijn in liefdadigheidsprojecten die specifiek gericht zijn op de wezen, dit is iets wat eigenlijk aanwezig zou moeten zijn in het leven van iedereen. Zonder uitzondering. Zonder uitzondering. En dat bedoel ik naast al het goede wat je al doet. Ja, ik ga ervan uit dat iedereen tot bepaalde mate betrokken is bij liefdadigheid. En alhamdulillah, dit zijn van die dingen die vandaag de dag echt gekenmerkt kunnen worden als een van de zaken waar je echt trots op mag zijn als moslim. Dat de moslimgemeenschap zonder enige twijfel, de meest vrijgevige gemeenschap is die bestaat. Zonder enige twijfel.
En de betrokkenheid in liefdadigheidsinstellingen is daar een sterke indicatie van. Sterker nog, zelfs de AIVD erkent dit, wist je dat? AIVD, ja. Degene die aan het meelijsten zijn nu. Ja, die, ja. Was, volgens mij 6 maanden geleden of 1 jaar geleden was er een rapport over moskeeën die worden gefinancierd. Jullie weten dat een paar jaar geleden een groot onderzoek was naar buitenlandse financiering van moskeeën en dergelijke. En er was een AIVD-rapport dat dus een analyse had geworpen op dit verschijnsel. Namelijk moskeeën die worden enerzijds gefinancierd door stichtingen overzees. Ja? Rijke individuen of liefdadigheidsinstellingen die graag willen investeren in een moskee. Of moskeeën die worden gefinancierd door de lokale gemeenschap. En de conclusie van dit rapport, waar het op neerkwam, was dat hier iets mis is. Er is iets aan de hand hier. Waarom? Want de knappe koppen van de AIVD die konden niet accepteren. Die konden niet accepteren dat A, moskeeën gefinancierd worden door buitenlandse financierders zonder daar iets voor terug te willen. Dus het idee van zakat en sadaqa ging er gewoon niet in. Waarom zou je geld besteden aan iets en daar dan niets terug voor willen? En de hoeveelheid moskeeën, want als we kijken naar de moskeeën en stichtingen die vanuit het buitenland zijn gefinancierd, die zijn heel klein in aantal. Vooral vergeleken met de moskeeën die gebouwd zijn door de lokale gemeenschap zelf. Als je dan kijkt naar de hoeveelheid moskeeën en islamitische stichtingen die worden gefinancierd door de lokale gemeenschap, was de conclusie: het is onmogelijk dat zo'n kleine gemeenschap zoveel financiert. Dus het geld moet wel elders vandaan komen. Dus zo is dat hele onderzoek gestart van: oké, waar komt dat geld vandaan? En zijn ze detective gaan spelen en ze zijn nog steeds aan het zoeken. Ja? Omdat ze simpelweg niet kunnen bevatten hoe hoog het niveau van vrijgevigheid is onder de moslimgemeenschap. Terwijl wij voor ons is het makkelijk om te geloven, want wij zien het. Wij zien het dat als in de Ramadan, dat als er een inzameling wordt gedaan voor de moskee, wij horen en zien de bedragen die worden ingezameld. Dat in 1 avond tonnen ingezameld kunnen worden. Ja? Dus dit is een kenmerk van de moslimgemeenschap waar we trots op zouden moeten zijn. En daardoor niet zouden moeten afzwakken door te zeggen van: oh, we hebben de nummer 1 positie, nu gaan we relaxen. Nee, door jezelf te overtreffen. En nog vrijgeviger te worden. En de reden waarom ik dit dus noem, is dat naast alle liefdadigheidsinitiatieven waar je al bij betrokken bent, zorg ervoor dat je daar eentje aan toevoegt als je dat nog niet doet. En dat is een liefdadigheidsinstelling dat zich bezighoudt met de wezen. Ja? Zij het hier in Nederland, als die initiatieven er zijn, zij het in het buitenland. Ja? Wees daarin betrokken en zorg ervoor dat je gebruik maakt van die gigantische beloning die de profeet sallallahu alayhi wasallam heeft genoemd met betrekking tot de wezen. Wal masakin. Ja? Goedheid betrachten naar de behoeftigen en de armen. En we zien dat in de Koran en ook in de Sunna dat vaak vermelding wordt gemaakt van al-masakin en al-fuqara. Deze twee termen worden gebruikt om de armen en behoeftigen, om die te duiden. En puur fiqh technisch gezien kan er een verschil zijn tussen al-fuqara en al-masakin wanneer ze beide worden genoemd in een ayah. Zoals de ayah van zakat, waarin de 8 categorieën mensen worden genoemd die zakat gerechtigd zijn. Daarin worden al-fuqara en al-masakin genoemd. Ja? Dus wanneer ze beide worden genoemd, dan is er een verschil. Dan is er een verschil. Wanneer ze niet allebei worden genoemd, maar 1 van de 2 wordt genoemd, dan dragen ze over het algemeen dezelfde betekenis. En dat is iemand die niet voldoende heeft om mee rond te komen. Ja, dat is wat wordt bedoeld met een mesekin. Iemand die niet voldoende heeft om mee rond te komen. En hetgeen wat hier wordt genoemd is dat wij verplicht zijn om ihsan te tonen naar diegene.
goedheid betrachten naar diegene. Nou, wanneer wij het hebben over goedheid betrachten naar de armen en de behoeftigen, dan is het eerste wat in ons opkomt is geld doneren of meehelpen met eten en drinken, voorzien en dergelijke. En ongetwijfeld is dat onderdeel van ihsan. Dus het goed zijn in de vorm van liefdadigheid schenken aan deze mensen, zonder enige twijfel iets waarmee je bezig zou moeten zijn. Het is veelzeggend dat Allah subhanahu wa ta'ala er een verplicht karakter aan heeft gekoppeld middels de zakat. Ja, we kennen het onderscheid tussen zakat en sadaqa. Zakat is verplicht. Zakat is verplicht. Ja, is een van de vijf zuilen van islam. En is dus het financieel bijstaan van onder andere de armen en de behoeftigen. En de zakat is een verplichting niet voor iedereen, maar voor degene die genoeg heeft aan bezittingen, waardoor hij wat zou kunnen missen. En dat wordt verder gedefinieerd in de wetenschap van fiqh, in kitab al-zakat. Maar het belangrijke hier, wat ik wilde benadrukken, is dat Allah subhanahu wa ta'ala dus een onderdeel van het liefdadig zijn verplicht heeft gesteld. Hij heeft de zakat verplicht gesteld. En daarbovenop hebben we een vrijblijvend karakter. En dat is sadaqa. En dat is het vrijblijvende. Vrijblijvend in die zin dat het geen verplichting is. Maar het is iets wat sterk aangeraden is. En waartoe je sterk wordt aangespoord om sadaqa te geven. Dus dat is één aspect ervan. Van ihsan. Het geven. Een ander aspect ervan is naast het geven ook simpelweg de behoeftigen en de armen te benaderen met respect, met eerbied en met vriendelijkheid. En niet door ze een gevoel te geven alsof ze het laagste van het laagste zijn. Of door ze het gevoel te geven dat ze jouw restjes krijgen. Of ze misschien simpelweg te negeren. Ja? Dat niet. Goedheid betekent ook dat jij, wanneer je weet dat iemand behoeftig is, wanneer je weet dat iemand arm is, als jij dat al weet, dat je niet gaat wachten tot hij aan de bel trekt om hulp vraagt. Dit is vernederend voor een persoon. Het is vernederend voor iemand om hulp te vragen. Vooral in een positie als man. Ja, vooral in een positie als man. Moet je je voorstellen in wat voor situatie jij persoonlijk, betrek het even op jezelf, in wat voor moeilijke situatie jij zou moeten zitten wanneer jij een ander om financiële hulp vraagt. Ja? En ik durf te stellen dat als ik zo naar jullie kijk, dat als je geen gezin zou hebben, dat je misschien al helemaal niet om hulp zou vragen. Dat je zoiets hebt van liever dat ik gewoon op straat leef, dan dat ik mijn hand ga ophouden voor iemand. En dat is geen slechte mentaliteit om te hebben als man zijnde trouwens. Maar wanneer een man dan wel in de positie komt te zitten waarin hij om hulp vraagt, misschien omdat hij niet alleen is, maar hij ook een gezin heeft die hij moet voeden. Kun je bedenken hoe vernederend dat moet zijn voor een man om hulp te vragen aan een ander, zodat hij zijn gezin kan voeden? Als je dat kunt voorstellen, probeer er dan ook zorg voor te dragen dat je een behoeftige nooit in de positie plaatst dat hij of zij moet vragen voordat je helpt. Maar wees iemand die het initiatief neemt om te helpen voordat het wordt gevraagd. Dat is nummer 1. Nummer 2 is dat wanneer je dan helpt, help dan ook op de beste wijze. Oftewel, zeg niet tegen iemand van, oh wacht, ik heb nog wat zakat dat ik moet betalen, hier heb je zakat. Of zeg niet, oh dit is sadaqa en dergelijke. Dit is vernedering bovenop vernedering. Daarom zeggen sommige geleerden ook dat als het gaat om het betalen van de zakat, dat een persoon wanneer hij geld geeft aan de behoeftige, dat hij niet eens zou moeten zeggen dat het zakat is. Ja, dat hij niet eens zou moeten zeggen dat het zakat is. Waarom? Om deze behoeftige de vernedering te besparen.
Dat is niet het doel van zakat, om voor iedereen duidelijk te maken van kijk hoe goed je bent, jij hebt zakat gegeven aan iemand die het slecht heeft. Nee, dat is niet het doel. Zakat is het recht van een ander. Dat geld dat jij weggeeft, is niet eens van jou. Is niet eens van jou, want Allah heeft bepaald dat dat geld voor iemand anders is. Maar wanneer het dan gaat om sadaqa, speelt dat net zo mee. Dat je daarin gevoelig zou moeten zijn. En je zou even moeten nadenken bij de toestand van zo'n persoon en hoe deze persoon ernaar kijkt. Ja? Dus dat je niet benoemt dat het sadaqa is. En dat je probeert om die persoon te helpen op de meest edelmoedige manieren als maar kan. Dat betekent dat als jij zelfs anoniem kunt blijven en het geld terecht kan komen bij die persoon via een andere weg, dit geniet zonder enige twijfel de voorkeur. Want zelfs als je een persoon helpt, dan heb je toch altijd een element van dankbaarheid dat aanwezig is en een gevoel van schuld dat aanwezig is bij een persoon. Want deze persoon zal voor de rest van zijn leven het gevoel hebben dat hij jou iets schuldig is, omdat jij hem hebt geholpen toen het niet goed ging bij hem. En dat gevoel is niet iets wat gestimuleerd moet worden of dat goed is. In die zin dat jij er niet naar zou moeten streven om iemand te helpen met de gedachte om iets terug te krijgen daarvoor. Sterker nog, als wij het hebben over iemand helpen met de gedachte om iets terug te krijgen daarvoor, dat lijkt heel erg op de definitie van wat? Sorry? Handel, nee. Ahallallahu al-bay' wa harrama riba. Wat is de definitie van riba? Dat je iemand helpt, als in feite, met geld en in ruil daarvoor wat? Winst wilt. Ja? Dus ik zeg niet dat het geven van sadaqa, als je dat niet doet onder deze voorwaarden, dat het riba is. Maar ik zeg dat als jij dit gegeven in stand houdt, dat een persoon zich schuldig voelt naar jou, en dat je misschien zelfs een bepaalde verwachting hebt ergens, al heb je die niet uitgesproken. Ik zeg niet dat dat riba is, maar ik zeg wel dat je daarmee de filosofie achter het verbod op riba toch aan het in stand houden bent hiermee. Helder? Ja? Dus dit heeft allemaal betrekking op het financieel bijstaan. Maar daarbovenop. Als jij iemand financieel al hebt bijgestaan, of als jij iemand financieel niet kunt bijstaan, ook dan is er ihsan. Ook dan is er ihsan. En dat is dat op het moment dat jij een bedelaar op straat ziet, dat jij die persoon erkent als persoon. En niet strak voorbij loopt en negeert en doet alsof diegene niet bestaat. Maar dat je gewoon glimlacht naar die persoon. Dat je deze persoon ook gewoon begroet. Ja? Zoals je een ander zou begroeten wanneer die je tegemoet loopt. Op het moment dat een persoon naar je toe komt lopen, je kent die persoon niet, maar hij loopt je gewoon tegemoet. En er is even oogcontact. Dan is het toch heel laagdrempelig om gewoon even te zeggen goedemiddag of goede avond. Of als het een moslim is, salam alaikum. Je groet diegene toch gewoon. Een glimlach kan er vanaf. Maar op het moment dat er dan een bedelaar daar staat, of iemand die dakloos is die daar staat, dan doe je best om te negeren. Dan doe je best om niet te kijken. Waarom? Omdat je geen contact wil met diegene, of je wilt de vervelende vraag wil je niet te horen krijgen. Je wilt die situatie vermijden. Waarom? Ja, waarom? Wat is de reden daarvoor dat je dat wilt vermijden? Ja? In de realiteit is een onderdeel van die reden su'adhan. Oftewel, uitgaan van het slechte. Namelijk, jij hebt ergens in je hoofd al geprogrammeerd dat deze behoeftige die daar staat, dat deze arme die daar staat, dat is een junkie dat als jij geld gaat geven, dat die alcohol mee gaat kopen. Waar of niet? Dat is hoe we zijn geprogrammeerd vandaag de dag. Dat is waar we van uitgaan. Oftewel, de slechtst mogelijke interpretatie. En ja, er zijn mensen die zo zijn. Er zijn situaties waar inderdaad, als je zou zeggen ik heb geen geld, maar zal ik eten voor je kopen, dat diegene er dan niet op ingaat. Ja, die situaties zijn er. Oké, die zijn er. Maar betekent dat dat we dan nu alle behoeftigen en alle armen die we tegenkomen, en dan gaat het nu over behoeftigen en armen op straat, dat we die nu allemaal gaan scharen onder dezelfde paraplu als die slechte voorbeelden die er zijn? En daarbij moet ik zeggen, ik noem het dan slechte voorbeelden, maar zelfs daarin
zelfs daarin, in alle eerlijkheid. Ik was voorheen ook zo. Dat ik dacht van, hè, hoe kan je behoeftig zijn als iemand je dan geld geeft, dan ga je er alcohol of drugs mee kopen. Totdat ik een keer een video tegenkwam van iemand die daar die dat bespreekbaar maakte en eigenlijk een nuance benoemde die ik nooit zo had bekeken. Waardoor mijn gedachte daarover compleet is veranderd. En dat is dat zelfs als we ervan uit zouden gaan dat de meerderheid van bedelaars op straat, dat die inderdaad, wanneer je ze geld geeft, dat ze er alcohol mee gaan kopen of dat ze er iets mee gaan doen wat niet goed voor ze is. Ja? Zelfs als dat het geval is. In veel gevallen zijn dit mensen die dan of op straat leven, of ergens onderdak hebben gevonden bij een opvangcentrum, waarbij ze ook worden blootgesteld aan ongetwijfeld hele vreemde praktijken, hele harde praktijken en hele nare omstandigheden. Mee eens of niet? Oké. Ik denk niet dat iemand vindt dat het vast wel leuk wonen zal zijn. Ja? Bij het leger des huis of wat dan ook. Oftewel, er zijn bepaalde dingen die die persoon ziet. En in het ergste geval woont die persoon op straat. En het is een realiteit dat ook een groot gedeelte van deze mensen die in deze situatie komen te zitten, dat zij in die situatie terecht zijn gekomen vanwege een verslaving. Vanwege een verslaving. Of dat ze een verslaving hebben ontwikkeld op het moment dat ze in deze situatie terecht zijn gekomen. Beide is mogelijk. Maar de omstandigheden van deze verslaving, die worden in stand gehouden door de omstandigheden waar zij in leven. Een verslaving is iets, als je er eenmaal in komt te zitten, dat je er moeilijk controle over hebt. Dat is de natuur van een verslaving. Je hebt geen controle over. Het is geen bewuste keus die je op dat moment maakt, als zijnde van yes, weet je wat, ik ga nu mijn leven verpesten. Dat is niet het denkproces. Je zit eraan vast. Er zijn bepaalde stofjes in je lichaam die zo verbonden zijn aan datgene waar je verslaafd aan bent, dat je het niet kunt weerstaan. Oftewel, een verslaafde persoon is ziek en heeft hulp nodig. Ja? Als we dan kijken naar die bedelaar die daarop staat te bedelen. Deze persoon, misschien koopt hij inderdaad, met het geld dat hij krijgt, misschien koopt hij inderdaad alcohol daarmee. Misschien koopt hij inderdaad drugs ermee. Het kan zijn dat in zijn omstandigheid, of het nu een moslim is of een niet-moslim, dat in zijn situatie dat het drinken van alcohol of het consumeren van drugs, dat de enige manier is voor hem of haar om de ellende waar hij of zij in zit, om dat te vergeten. Diegene heeft niks anders dan dat. Diegene heeft in zijn leven geen dikker. Hij of zij heeft in zijn leven geen gebed. Hij of zij kent Allah niet. Het enige wat die persoon kent is de ellende in zijn of haar leven. En de enige manier waarop hij dat kan vergeten is door dronken te worden en dan helemaal van de kaart te zijn. Of dat wanneer het gaat om de wintermaanden, dat een persoon dat doet omdat dat voor hem de meest effectieve manier is om zelfs warm te blijven. Ja, kan zijn dat dat de enige manier is om bescherming te vinden tegen de kou. En dat in die toestand, dat een persoon dan daarvoor kiest, omdat dat de enige manier is om zichzelf te beschermen. Dit is in het geval dat een persoon niet verslaafd is. En een persoon die verslaafd is, die heeft er helemaal geen controle over. Dus een persoon die zich bevindt in zo'n toestand, heeft deze persoon het nodig dat hij hard wordt benaderd en wordt veroordeeld? En denk je dat, oké, als maar genoeg mensen hem zullen negeren, dat dan het kwartje valt en dat hij denkt van, ik ben verkeerd bezig, iedereen negeert mij? Of heeft deze persoon hulp nodig? Heeft deze persoon een helpende hand nodig die hem de juiste richting geeft? Wat heeft hij nodig? Welke van de twee? Laatste toch? Als dat het geval is, als we weten, dit is een miskien die vast is geraakt in een cyclus waar hij niet aan ontsnapt. Wat maakt dat dan van jou als je zo'n persoon negeert en gewoon doorloopt alsof je hem niet hebt gehoord?
wat zegt dat dan over jou als persoon? Ja? We zijn met de opkomst van social media en sociale experimenten en dergelijke, zie je steeds meer van hoe mensen zich gedragen. En je hebt soms van die sociale experimenten dat dan iemand iets acteert op straat, bijvoorbeeld een behoeftige of iemand die valt gewoon neer, om te zien wat de reactie is van mensen. Hebben jullie wel eens voorbij zien komen, toch? Dat soort filmpjes. Om te zien hoe reageren mensen. En dat is dan een sociaal experiment. Hebben wij niet een hele veroordelende standpunt over mensen die langslopen terwijl ze iets op straat zien gebeuren en doen alsof er niks aan de hand is en gewoon doorlopen? Toch? Laat gewoon eerlijk zijn en open praten daarover. Is dat niet zo? Dan denk je van, wat is er mis met deze mensen? En dan vooral als er een verschil wordt geschetst met hoe het hier gebeurt in het Westen en hoe het gebeurt in islamitisch land. Dat je dan bijvoorbeeld ziet in het Westen dat mensen allemaal doorlopen in de straten van New York en dergelijke. En als je dan ziet in Egypte of in een Kuwait, dat je ziet dat iedereen gaat helpen en iedereen probeert op te lossen. En dan denk je van, alhamdulillah, islam, kijk, dit is hoe de moslimgemeenschap hoort te zijn. En het klopt, dit is hoe de moslimgemeenschap hoort te zijn. Maar dit is ook hoe de moslimgemeenschap en de moslim, hoe jij hoort te zijn, hier, niet alleen in onze landen. Dus ook wanneer jij hier te maken krijgt met een bedelaar, of met een miskino, met een arme of wat dan ook, ook daarin heb jij een bepaalde verantwoordelijkheid over hoe jij daarmee omgaat. Het negeren, ja, het negeren is iets wat de profeet sallallahu alayhi wa sallam expliciet heeft benoemd als iets slechts. In die mate dat van de profeet sallallahu alayhi wa sallam werd gezegd, dat hij zo werd omschreven dat wanneer hij een weeskind of een behoeftige tegenkwam op straat, dat hij deze altijd begroette met een brede glimlach en de salam. Om deze persoon te erkennen, dat is waar het mee begint. Erken dat die persoon daar staat. Op het moment dat een persoon, zo'n bedelaar die daar staat, die ziet dag in dag uit, de hele dag door, groepen mensen langs hem heen lopen zonder hem te erkennen, zonder hem te begroeten. En mensen, de bedelaars in Nederland, die zijn volgens mij ook nog eens de meest beleefde bedelaars die bestaan. Is dat opgevallen of niet? Ik heb nog nergens zulke beleefde bedelaars gezien als in Nederland. Die dan echt eerst begroeten met goedemiddag en hopelijk gaat alles goed. En, hè? Dat je hier in het centrum, dat als je loopt met een stad, was er een keer een bedelaar die stond met een bekertje naast een betaalautomaat. Die dan echt tegen mij zegt van, ik hoop dat je hebt kunnen vinden wat je zocht. Ja? Ik denk van, wauw, weet je. De winkelier heeft dat niet eens tegen mij gezegd. Oftewel, ze doen zo hun best om alleen even erkend te worden. Alleen even gewoon een begroeting te ontvangen. Ja? En boven dat, ik heb het hier nu alleen over menselijkheid en het erkennen van de behoeftigen en de armen en hun problemen en dergelijke. Een element daarbovenop, en ik wil daar niet te veel nadruk op leggen, maar dat is ook iets wat je in gedachten moet houden. Hoe zit het met da'wah? Waar is het element van da'wah, het uitnodigen naar de islam? Waar is het element van het laten zien dat jij behoort tot de beste gemeenschap? Dat jij behoort tot de gemeenschap die openbaring heeft ontvangen. En daarin het beste voorbeeld laat zien. Dus het goed zijn naar de armen en de behoeftigen en de bedelaars en dergelijke is een belangrijk onderdeel, ja, van het moslim zijn. En die irritaties die kunnen opkomen, die kunnen er zijn als je de zoveelste persoon meemaakt in precies dezelfde situatie. Ik ken het, we voelen dat allemaal. Maar je moet je over die irritaties heen zetten. En jezelf op een bepaalde manier gaan opstellen naar mensen, vooral naar de zwakkeren. De profeet sallallahu alayhi wa sallam was heel gewoon om enorm zachtaardig te zijn, juist naar de zwakkeren van de maatschappij. En naar de sterkeren van de maatschappij, de invloedrijke en dergelijke, die toonde hij ook goedheid. Die respecteerde hij, hij gaf ze eer. Maar dat leidde er niet toe dat hij de zwakkeren vergat. En wij hebben vandaag de dag, of beter gezegd, veel mensen hebben vandaag de dag een mentaliteit dat je de sterkere en de invloedrijke van de samenleving, daar wil je heel goed naar zijn, daar wil je graag mee associëren.
En de zwakkere van de maatschappij, die wil je negeren. De profeet sallallahu alayhi wa sallam, hij eerde en respecteerde de sterkere van de samenleving, omdat hij ze naar de islam toe wilde trekken. Niet voor persoonlijk gewin. Er is geen enkel voorbeeld uit het leven van de profeet. Geen enkel voorbeeld waarin hij persoonlijk gewin heeft gehaald met zijn contact met een invloedrijke man of vrouw. Zij het invloedrijk qua positie of qua geld. Geen enkel voorbeeld. Het is altijd geweest om die persoon dichterbij de islam te brengen, zodat zijn invloed gebruikt kan worden ten goede van de islam. En zijn houding, zijn goedheid naar de armen en de zwakkeren, is altijd geweest om deze mensen ook binnenboord te houden. En barmhartig en genadig naar hen te zijn. Want deze mensen zijn nu arm en behoeftig tegenover jou. En er gaat een dag komen dat jij arm en behoeftig bent tegenover Allah. Dus de houding die jij wenst van Allah naar jou toe op die dag, wanneer jij arm en behoeftig bent, dat is de houding die je nu moet laten zien naar de arme en behoeftige in deze wereld. Dus dat is waarom de profeet sallallahu alayhi wa sallam het deed. De rijken dichtbij houden, de armen dichtbij houden. De ene om de islam te versterken, de andere om ze binnenboord te houden en genadig te zijn naar hen. En vandaag de dag zien we dat het goed zijn en het respecteren van de rijken en de invloedrijken, dat is omdat je jezelf graag wilt associëren, omdat jij eigen belang hebt daarbij. Jij hoopt daar iets uit te halen. Jij associeert jezelf met bekende mensen en rijke mensen, omdat jij zelf ook bekend en rijk wilt zijn. En niet zeggen dat het niet zo is. Je wilt graag jezelf associëren met deze mensen, omdat je hen wilt gebruiken als een trappetje om verder omhoog te komen. En de armen en de behoeftigen, die negeer je, omdat die op werelds gebied niks voor jou kunnen betekenen. Dat is de realiteit. En dat past niet bij een gelovige. Dus dat is iets wat we moeten doorbreken. Dus we hebben hier al-ihsan naar de ouders, naar de naaste familie, naar de weeskinderen en naar de armen en de behoeftigen. Vervolgens zegt Allah subhanahu wa ta'ala: وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. En zeg tegen de mensen het goede. Zeg tegen de mensen het goede. En het goede spreken naar de mensen toe is iets wat we een paar keer hebben besproken. Daar zit alles in begrepen. Daar zit in begrepen het religieuze goede, oftewel het oproepen naar het goede en het verbieden van het slechte. Een goed woord spreken, een troostend woord spreken, mensen positief beïnvloeden. Ook het goede spreken in het verrichten van dhikr en dergelijke, mensen herinneren aan het aanbidden van Allah. Ja, al deze zaken die komen samen in het spreken van het goede. Wa aqimu as-salah. Wa aqimu as-salah. Het onderhouden van het gebed. Iqamat as-salah is wat anders dan alleen het verrichten van het gebed. Iqama, dit is het woord dat wordt gebruikt, is het vestigen van het gebed. Het vestigen van het gebed. En dat wil zeggen dat je het gebed verricht, dat je het goed verricht, dat je het juist verricht en dat je het op de beste manier verricht. En dat je mensen ernaar uitnodigt. Dat het voor mensen wordt gefaciliteerd. Dat is iqamat as-salah. Dat is het verrichten van het gebed op de juiste manier, het verrichten van het gebed op tijd, het verrichten van het gebed in staat van reinheid, het verrichten van het gebed met concentratie en aanwezigheid van hoofd en hart. Dat is het verrichten van het gebed in jama'a, in gemeenschap, gezamenlijk. Al deze zaken is daarin inbegrepen. Dus dit is een belangrijk onderdeel. Ja, en we zien dat als salah, alhoewel het gebed qua vorm anders kan zijn bij Bani Israël dan bij ons, maar dat als salah dus ook bij hen een belangrijke rol speelt. Want we hebben het nog altijd over el-mithaq tussen Allah en
Bani Israël. Dat is hetgene waar Allah hier naar refereert en omschrijft. Hij heeft het over het verbond dat hij heeft met Bani Israël. En de reden waarom wij dit zo uitgebreid behandelen, is omdat dit overeenkomt met onze sharia. Ja? Dus we zien dat ook bij hen het gebed een belangrijke rol speelt. En dat zie je vandaag de dag nog steeds. Zij hebben dan hun eigen manier van gebed. Maar je ziet dat ook zij voorbereidingen moeten treffen en dat zij ook bepaalde houding moeten aannemen en noem maar op. Maar het gebed is dus een belangrijk onderdeel als het gaat om persoonlijke aanbidding. En merk ook op de volgorde die Allah subhanahu wa ta'ala hier hanteert. Dat hij als eerste noemt het aanbidden van Allah alleen. Oftewel het punt van overtuiging, van aqida, geloofsleer, van tawhid, het aanbidden van Allah alleen. Dat is hetgene wat als eerste wordt genoemd. Aanbid niemand behalve Allah. Het begint met overtuiging. Dan worden verschillende goede daden genoemd. Maar al deze goede daden hebben betrekking op wat? Hebben betrekking op de mensen. Er wordt nog niet gesproken over daden van aanbidding die tussen jou en Allah zijn. Als zijn de spirituele daden van aanbidding. Er wordt gesproken over goedheid naar ouders, goedheid naar familie en noem maar op. Oftewel het maatschappelijk element van de islam. Dat wordt genoemd. Vervolgens gaat Allah over naar de individuele daden van aanbidding en de individuele verantwoordelijkheden als het gaat om jouw band met Allah. Te beginnen met iqamat as-salah. Ja, het onderhouden van het gebed. Wa aqimu as-salah. Wa atu az-zakah. Wa atu az-zakah. En geef de zakat. Oftewel, de zakat die wordt soms vertaald als armenbelasting. En dat is een hele vage vertaling. Vanuit meerdere perspectieven. Inhoudelijk ook compleet fout. Want daarmee creëer je de indruk dat de zakat alleen bestemd is voor de armen. En dat is niet het geval. Maar de zakat is dus een gedeelte van jouw bezittingen. Dat eigenlijk toebehoort aan een ander. Dat toebehoort aan een ander. En er is gespecificeerd wie zakat moet betalen. Er is gespecificeerd aan wie zakat betaald moet worden. Er is gespecificeerd waarover zakat betaald moet worden. Hoe vaak en wanneer het betaald moet worden. Al die zaken, dat zijn details in de fiqh van zakat. In rechtsleer van zakat. Maar wat wel belangrijk is, de nadruk hier wordt gelegd op het nakomen van deze verplichting. Dat is waar hier de focus op ligt. Dus dat het betalen van de zakat, dat een verplichting is. En dat betekent dus ook dat jij je daar bewust van moet zijn en voorbereidingen moet treffen om deze verplichting na te komen. Oftewel, iedereen zonder uitzondering zou op de hoogte moeten zijn van wat zakat is en hoe dat betaald moet worden, waarover het betaald moet worden. We weten bij zakat dat het belangrijk is dat jij op de hoogte bent van jouw bezittingen en de waarde ervan. Zodat je daarover zakat kunt betalen. En een veelgehoorde vraag die vaak achteraf komt, is van oké, ik heb een aantal jaar geen zakat betaald en ik heb geen overzicht van mijn bezittingen. Of als men vraagt met oog op de toekomst, moet ik nu gaan bijhouden hoeveel ik heb op mijn rekening elke maand en dergelijke? En het antwoord is ja. Ja, want de verplichting van de zakat vereist dat jij op de hoogte bent van jouw bezittingen. En om een verplichting na te leven, als daar bepaalde voorbereidingen voor nodig zijn, dan zijn deze voorbereidingen ook verplicht. Dus jij moet op de hoogte zijn inderdaad hoeveel bezittingen jij hebt. Als het gaat om geld, als het gaat om goud, als het gaat om zilver, als het gaat om handelswaar. Ja, als jij oogst of veedieren en dergelijke hebt voor de boeren onder ons. Ja, dat moet. Je moet dat bijhouden om te weten hoeveel zakat je uiteindelijk moet betalen. Dus het is een heel bewust iets wat aanwezig zou moeten zijn in het leven van een moslim. Je zou dat soort dingen bij moeten houden. Ja? Het niet weten wat jouw toestand is aangaande jouw bezittingen en daardoor geen zakat kunnen betalen of daardoor per ongeluk te weinig betalen, is geen excuus. Is geen excuus. Ja? Stel dat iemand zou zeggen van oké, ik heb 5 jaar lang heb ik mijn gebeden niet op tijd verricht. En dan vraag je diegene van hoezo? Zegt hij, ja, ik weet niet. Ik weet niet wat de tijden van het gebed zijn. Ja? Zou dit geaccepteerd worden door iemand? Zou iemand dan zeggen van oké, ja, klinkt goed. Dan is er niks aan de hand. Nee.
Je zou zeggen, hoe kunnen 5 jaar voorbij gaan en er is geen moment hier opgekomen dat jij dacht van laat ik even op de kalender kijken. Ja? Of dat je even moeite doet om te achterhalen wat de tijden zijn van het gebed. Niemand zou dat accepteren. Niemand zou dat accepteren. Ja? Zo, net zoals het gaat om zakat. Iedereen weet, zelfs de beginnende moslim, ja, zelfs de beginnende moslim, die bij wijze van spreken gisteren is bekeerd, die heeft over het algemeen wel eens gehoord van zakat. Van de armenbelasting. Justin, jij bent vorige week, heb je de shahada met mij afgenomen. Ja. Is dit de allereerste keer dat je hoort over de zakat? Nee. Ja? Dus iedereen weet dat. Alleen de nuances als het gaat om zakat, de details, ja, dat is onbekend bij heel veel mensen. Dat klopt. Maar daarin rust dus een verantwoordelijkheid bij iedereen om dat te onderzoeken en daar kennis over te vergaren. Ja, dus ook dit is iets wat wordt genoemd en als herinnering om daar dus bewust mee bezig te zijn. ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ. Oftewel, vervolgens, ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ. Vervolgens hebben jullie zich hiervan afgewend. Daar zegt Allah over Ben Israël. Vervolgens hebben jullie je hiervan afgewend, behalve een aantal van jullie. Oftewel, Allah subhanahu wa ta'ala, hij maakt hier duidelijk dat de meesten van Ben Israël, die zijn niet loyaal geweest aan dit verbond. En die hebben dus een andere pad gekozen. En daarom zijn ze dus in overtreding. وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ. En ze hebben zich hiervan afgewend. Goed. Ger, vandaag zijn we dus niet verder gekomen dan één vers. Maar dat is niet erg. Houd in gedachten, nog altijd, dat je dat moet beschouwen als een meevaller. Dat betekent dat je eigenlijk maar één eier zou moeten memoriseren. Hè? Zijn jullie de afspraak vergeten die we hadden? Iedereen is bezig met het memoriseren ervan. Ja, we hebben afgesproken dat ik het niet ga controleren. Maar dit is een constante herinnering. Dat ik wil meegeven aan jullie. Zodat je daar bewust van bent. En bezig bent met het memoriseren. Ja, we zitten nu op. Bijna een kwart. Nee, meer dan een kwart van Bakara. Ja, meer dan een kwart van Al-Bakara. Binnenkort zitten we bijna op een derde. Bijna op een derde. We zijn een paar maanden bezig. Dat betekent inshallah, het is de bedoeling inshallah, dat we dit jaar, als het lukt, dat we Surat al-Baqarah gaan afronden. Dat is het streven. Als we elke week 10 ayat doen, gaat het lukken. Wordt het elke week zoals deze les, dan gaat het niet lukken. Ja? Maar het streven is om al-Baqarah inshallah dit jaar af te ronden. Hoe mooi zou het zijn als we dit jaar afsluiten. Niet alleen met de tafsir van al-Baqarah, dat we dit hoofdstuk hebben uitgelegd. Maar dat van in een klas met 50, 60 mensen, dat daar misschien 30 mensen tussen zitten die Surat al-Baqarah hebben gememoriseerd. Ja, besef, je kan nog altijd daartoe behoren. Kan nog altijd. Zelfs als je, ondanks de herhaalde herinneringen en adviezen, nog geen enkele ayah van Surat al-Baqarah hebt gememoriseerd. Misschien herken je daarin. Ik ga niet vragen om je hand op te steken, maak geen zorgen. Ik ga niks testen of wat dan ook. Dat is jouw verantwoordelijkheid. Maar stel, je hebt nog niks gememoriseerd van al-Baqarah. Zelfs, misschien ken je alleen Alif Lam Mim. Misschien dat niet eens. Ja? Zelfs als dat jouw toestand is, we zijn nu bij ayah nummer 83. Ayah nummer 83. Dat betekent 10 ayat per week. Ja, dat je in 2 maanden, en we hebben een zomervakantie op komst. En in de zomervakantie zijn er sowieso 2 lessen waar ik niet aanwezig kan zijn. Dus dan heb je al een buffer. Je kunt dit nog altijd inhalen. Maar belangrijk met het memoriseren van de Koran, beste broeders en zusters, is echt wilskracht. Je moet het willen. Als jij het wilt, kun jij dit jaar Surat al-Baqarah memoriseren. Maar je moet het willen.
En al begin je vandaag, geloof mij, het gaat je lukken. Denk terug aan de deugden van Surat al-Baqarah, die we aan het begin hebben behandeld. Dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam, toen hij een groepje mensen aansprak, van de metgezellen, die op een expeditie zouden gaan. En het was de sunnah van de profeet om altijd een leider aan te stellen. Wat is de vraag die hij aan hen stelde? Hij vroeg ze, wie van jullie heeft Surat al-Baqarah gememoriseerd? En er was één iemand, en deze ene was een jongeling. Hij zei, ik, o boodschapper van Allah. En wat zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam? Hij zei, dan ben jij de leider. Omdat hij Surat al-Baqarah had gememoriseerd. Sommige van de metgezellen van hem was overgeleverd, dat wanneer zij Surat al-Baqarah hadden gememoriseerd, dat zij een schaap zouden offeren en een etentje zouden geven. Tegenwoordig, als er een etentje wordt gegeven, dan vraag je, oké, wie is er getrouwd of wie is er geboren? Je hoort zelden dat iemand zegt van, oh, hij heeft al-Baqarah gememoriseerd. Of hij heeft de Koran gememoriseerd. Hoe mooi zou het zijn dat je aan het einde van dit jaar, dat we overal in het land allemaal etentjes hebben, ja, van mensen die al-Baqarah hebben gememoriseerd. Ik verwacht trouwens van al die etentjes een uitnodiging. Maar hoe mooi zou het zijn, ja, als we daarin dragers van de Koran zouden worden. En die stappen zouden zetten. En als je eenmaal Surat al-Baqarah hebt gememoriseerd, daarna valt het alleen maar mee. Ja? Als je eenmaal al-Baqarah hebt, alles wat daarna komt is makkelijk. Want je hebt de hoogste berg, die heb je beklommen. Daarna komt Ali Imran. Is ook veel ayat, maar niet zo groot als Baqarah. Ja? Daarna komt de Nisa. Ook veel, maar niet zo groot als Baqarah. Ja, puur als het gaat om qua omvang, ayat en dergelijke. Dus maak je geen zorgen, begin stap voor stap, maar begin wel vandaag. Al red je niet 10 ayat in de week, doe dan 1 ayat per dag. Dan heb je 7 ayat in de week. Ja, je gaat het redden inshallah, maar je moet er echt aan beginnen. Geen inshallah. Dat was de les voor vandaag. Volgende week gaan we weer verder. En dan zien we elkaar dan weer. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.